Mees, Joas en Neeltje ontvangen vandaag een kinderlintje. Het is een waardering voor een bijzondere actie die zij dit jaar hebben gedaan. We wisten het nog niet eens dat we hier überhaupt heen gingen. En zeiden van kom, we krijgen een rondleiding. Het was superleuk. En toen kwam ik hier en toen hoorde ik van de kinderlintjes en toen dacht ik... En verder in het nieuws vandaag, tientallen oude beuken gekapt en vervangen bij Groesbeek. En Druten maakt plannen voor gloednieuwe speeltuinen. Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, 20 november, gebeurt elk jaar wat speciaals in Nijmegen. Op deze dag mogen kinderen die iets bijzonders hebben gedaan dit jaar een kinderlintje in ontvangst nemen. Dit jaar zijn dat Mees, Joas en Neeltje. Mees, Joas en Neeltje hebben dit jaar iets heel bijzonders gedaan. En niet omdat het moest, maar omdat ze dit zelf graag wilden doen. En deze prestatie wordt nu beloond met een kinderlintje. Neeltje gaat elke maand langs bij een verzorgingstehuis om daar heel veel pannenkoeken te bakken voor de ouderen. En dit idee is op een best wel gekke manier ontstaan. Een keertje was ik de slagboom over me heen gegaan. Er was moeder en ik aan het bakken. En toen zei ik, hey, ik weet wat. Wat heel leuk is en een hobby bij mij was. Pannenkoeken bakken bij het bejaardenhuis. Toen zei mijn moeder, ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Mees heeft 4 jaar lang zijn haar laten groeien voor Stichting Haarwens. Zijn haar werd via de post opgestuurd naar de stichting. Dat was best wel even spannend. En we waren ook heel even bang, want toen we hadden opgestuurd, het duurde langer voordat hij aan zou komen dan we hadden gedacht. Dus we waren even stress of hij überhaupt wel aan zou komen. Ook heeft Mees met zijn actie een mooi geldbedrag opgehaald voor Stichting Kika. Daar kunnen ze meer onderzoek doen naar kanker en zorgen dat alle kinderen op de wereld kankervrij kunnen worden. Joas heeft midden in de nacht 40 kilometer gelopen tijdens de nacht voor de vluchteling. En dat zonder blaren. Nou, ik had wel veel getraind, dus totdat ik ongeveer 30 kilometer, dat ging nog wel. Het meeste wat ik ooit daarvoor had gelopen was 35 kilometer. Dus toen tot 35 kilometer ging nog wel, maar daarna... als je stopt met wandelen, krijg je altijd spierpijn. Alleen, ik had ook spierpijn, maar dat ging toen die laatste 5 kilometer niet meer weg. Dus toen heeft mijn moeder echt me er doorheen gesleurd. Alleen, uiteindelijk heb ik het gelukkig wel gehaald. Om dit bijzondere moment te herinneren, krijgen de kinderen een tekening van de stadstekenaar. Ze hebben alle drie een heel bijzonder verhaal en alle drie iets heel bijzonders gedaan. En wat probeer je dan te doen? Je probeert te bedenken, hoe ziet dat eruit? Pannenkoeken bakken, dan kom ik al vrij snel op een hele grote stapels pannenkoeken en op een pak melk en eieren die kapot op de grond liggen. En bij iemand die de nacht van de vluchteling heeft gelopen, 40 kilometer 's nachts, dan denk ik, oh, die schoenen die zullen heel erg stinken. Dus er komen hele grote schoenen in met hele grote stinkende dingetjes erbij. Dus zo probeer ik een beetje te werken. Vanochtend wisten de kinderen nog van niks. Want ze zijn met een smoes naar het stadhuis gelokt. Nou ja, ik wist echt van niks. Mijn mentoren die kwamen mij en mijn hele klas midden in de les dit vertellen. We wisten het nog niet eens dat we hier überhaupt heen gingen. En zeiden van kom, we krijgen een rondleiding. Het was superleuk. En toen kwam ik hier en toen hoorde ik van de kinderlintjes. En toen dacht ik, Maar ik had het in het begin echt niet verwacht. Super gaaf. Ik dacht, wow. En toen naar voren loopte, dacht ik, die ben ik gewoon. En ik zat echt de hele tijd te trillen, nu ook nog een klein beetje en alles nog goed. Laat je nog 1 keer rollen voor deze 3 jonge helden. Langs de Rijlaan tussen Molenhoek en Groesbeek worden deze week 40 beuken gekapt van 160 jaar oud. Dat is nodig omdat ze ziek zijn. Ook gaan er ongeveer 100 kleinere bomen om. Die moeten weg zodat de nieuwe bomen genoeg licht en ruimte hebben om te groeien. Er worden namelijk maar liefst 121 beuken voor teruggeplaatst. Aan de Rijlaan in Groesbeek worden oude bomen gekapt en vervangen voor nieuwe, gezonde bomen. Na een inspectie op de bomen vanuit de gemeente Berg en Dal blijkt dat de bomen zich in een slechte staat bevinden en daardoor onveilige situaties kunnen creëren. Nou, we zijn hier bezig met het opknappen van een oude laan. En in die laan zijn oude beuken van ongeveer 1870. En een groot aantal van die beuken beginnen slecht te worden. Dus die gaan we kappen in verband met de verkeersveiligheid. En daarnaast willen we die open plekken weer gaan implanten met nieuwe beuken, met nieuwe boompjes, om de laanstructuur hier weer terug te krijgen.
Nou goed, het zijn oude bomen. En we hebben de laatste jaren gezien dat met name door de droogte deze beuken het heel erg zwaar hebben. Waardoor ze meer doodhout maken. Ja, doodhout wat uitbreekt en op de weg komt is natuurlijk gevaarlijk. En daarnaast beginnen ze ook gewoon van binnen slecht te worden. En beginnen ze hol te worden van binnen. Dus om te voorkomen dat ze op de weg vallen, gaan we ze weghalen. Al 2 jaar is de gemeente bezig geweest met de voorbereidingen voor het kappen van de bomen. Zo moest er van tevoren veel onderzoek naar gedaan worden. Ja, voordat überhaupt een boom gekapt kan worden, moet er eerst onderzoek gedaan worden naar aanwezige flora en fauna. Dat houdt met name in, omdat het oude bomen zijn met holtes, daar kunnen vleermuizen in zitten. En ja, we moeten wel eerst onderzoeken wat voor vleermuis erin zit en of het een beschermde soort is en of we mitigerende maatregelen moeten treffen. We hebben contact gezocht met de natuurwerkgroepen hier uit de omgeving om die ook bij het project te betrekken en om ook hun expertise te vragen. Ja, en daar zijn we dus al 2 jaar mee bezig en nou eindelijk komt het tot uitvoering. In de plaats van de oude bomen worden er nu nieuwe gezonde bomen geplant, zodat er geen groen verloren gaat. Ongeveer 120 stuks. We gaan 45 van die zware beuken vellen. En daarnaast ook nog wat ruimte maken voor de nieuwe aanplant. En dan komen er 120 bomen weer voor terug. Dat zijn bomen van ongeveer 3 à 4 meter hoog. En een doorsnede van ongeveer 10 centimeter. Dus het zijn nog kleine boompjes. Over heel wat aantal jaren dan zijn die bomen als goed is net zo groot. Vanaf 29 november zal de rijlaan weer volledig open gaan en zullen de werkzaamheden afgerond zijn. Nou, we zijn afgelopen maandag begonnen met het rooien van de bomen. En dat gaat deze week nog zeker duren. En volgende week dan starten we met het planten van de nieuwe bomen. En dat we verwachten dat het eind volgende week allemaal klaar is. En dat de week erop de weg weer open kan. En dat iedereen kan zien hoe het eindresultaat is. Een man heeft wethouder Wijn te Hol van gemeente Overbetuwe ernstig bedreigd. De bedreigingen werden geuit via een medewerker op het Amtshuis in Elst. De man is daarna aangehouden. Burgemeester Patricia Hoijtink-Rauwbos van de gemeente Overbetuwe laat weten geen enkele vorm van agressie of geweld te tolereren. Uit veiligheidsoverwegingen kwamen politieagenten en een buitengewoon opsporingsambtenaar naar het gemeentehuis, het Amtshuis en de woning van de wethouder. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdachte een man van 48 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd op 5 november in Elst aangehouden op verdenking van verbale bedreiging met een misdrijf tegen het leven. De weerstand onder bewoners van de Nijmeegse benedenstad groeit tegen de plannen van de gemeente Nijmegen om parkeervergunningen in te trekken. Bewoners werden dinsdag massaal opgeroepen om hun stem te laten horen tijdens een belangrijke bijeenkomst in het stadhuis. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente en vond plaats in het restaurant van het stadhuis. Voorafgaand aan de bijeenkomst werd een protestmars georganiseerd. De bewoners verzamelden zich op de Grote Markt om samen naar het stadhuis te lopen. De actievoerders lopen hiermee een krachtig signaal af te geven aan de gemeente en andere aanwezigen. Het nieuws dat Beuningen on Ice dit jaar niet door kon gaan was een grote schok voor veel inwoners. Er werd gelijk nagedacht over andere mogelijkheden en zo ontstond het idee voor mini Beuningen on Ice. Een klein krabbelbaantje op het Julianaplein tijdens de lichtjesavond in Beuningen. Het idee is onderzocht door de gemeente, maar het is helaas niet mogelijk om te organiseren. Volgens de gemeente zijn er meerdere redenen waarom het krabbelbaantje niet mogelijk is op zo'n korte termijn. De voornaamste reden is dat het Julianaplein al te vol staat met alle andere activiteiten. Nijmegen groeit en daarmee ook het aantal fietsen. De gemeente Nijmegen wil de voorzieningen voor fietsen in het centrum verbeteren. Daarom opent deze week een gloednieuwe fietsenstalling vlakbij het Valkhofpark. Er komt plek bij voor 600 fietsen. In de toekomst moeten er nog eens 600 plekken bij komen. De nieuwe fietsenstalling moet een oplossing bieden voor het groot aantal fietsen dat niet goed geparkeerd staat in de stad. De aanvak haalt niet goed gestalde fietsen op. Per dag zijn dat zo'n 20 fietsen. Voor de kinderen in Druten is het momenteel goed zoeken naar een leuke speelplek. Maar daar moet verandering in komen. Gemeente Druten heeft een nieuw speeltuinenbeleid ontwikkeld, zodat elk kind straks een fijne, leuke speelplek heeft om te spelen. In een eigen tijdse speeltuin. Oude speeltoestellen en vieze, modderige veldjes, dat is nu de realiteit van veel speeltuinen in de gemeente Druten. Binnenkort is dat verleden tijd, want de gemeente gaat alle speelplekken aanpakken. Ze krijgen een opknapbeurt of er komt zelfs een hele nieuwe speelplek. Nou, we willen eigenlijk in eerste instantie gaan kijken van hoe kunnen we de oude speeltuinen
upgraden? En hoe kunnen we eventueel de speeltuinen die over zijn met een sterfhuisconstructie terugbrengen naar een speelplek eigenlijk? En dat we dan gaan kijken van hoe gaan we extra indelen. Dit is bijvoorbeeld een speeltuin die onlangs in een nieuwe wijk gerealiseerd is. Door het oude beleid worden de speelplekken nu al een aantal jaar niet aangepakt. Met dit nieuwe beleid gaat de gemeente jaarlijks kijken welke speelplek onderhoud nodig heeft. In het nieuwe beleid is ook goed nagedacht over de locaties van alle speelplekken. Het oude beleid was al een paar jaar oud. En wij zeggen van we willen eigenlijk nou een betere verdeling van de speeltuinen over de verschillende kernen, over de verschillende wijken. En dan eigenlijk voor jonge mensen, maar ook voor de jeugd en ook voor de wat oudere mensen en ook voor de ouderen. In het nieuwe beleid is er namelijk rekening gehouden met alle leeftijden. Zo is er voor iedereen wat te beleven in de buurt. Er komen bijvoorbeeld voetbal- en basketbalvelden en sportparken. Dat is dus eigenlijk voor de jeugd. En dan praten we eigenlijk meer over een speelplek. Met die sociaal karakter, waar we dus de jeugd samen willen laten komen. Of waar misschien gesport kan worden door de nog wat ouderen, door de 40, 50 plus op wijze van spreken. Of de beweegtuinen voor de nog ouderen. De gemeente investeert ook in bijzondere speelplekken, zoals een skatepark. Maar het nieuwe beleid moet er vooral voor zorgen dat elke buurt een speelplek heeft. Elke speelbuurt krijgt één grote centrale speel- en sportplek en één steunplek. In Druten komen er zelfs twee steunplekken per speelbuurt, omdat hier meer kinderen gebruik van maken. Kijk, hier zitten we echt in een speeltuin die eigenlijk gewoon in elke wijk eentje moet zijn. Maar je kunt je ook voorstellen dat er buurten zijn die met een kleinere speeltuin al een wipkip of iets dergelijks heel tevreden zijn. En als de kinderen net iets ouder zijn, dat ze dan naar een wat grotere speeltuin toe kunnen als deze. Gelukkig hoeven de kinderen niet lang meer te wachten op de nieuwe speelplekken. Nou, de eerste wordt komend jaar aangepakt. Er staan de eerste, ik geloof uit mijn hoofd, drie speeltuinen op de planning om die te vernieuwen. En dan komend jaar zijn de eerste drie en het jaar erop komen er weer een stuk of drie, vier aan de beurt. Het was voor velen toch een kleine verrassing toen vanochtend de eerste dikke sneeuwvlokken van dit seizoen naar beneden vielen. Tijd voor een foto, dachten de meesten. Dat levert natuurlijk mooie plaatjes op, zoals deze van Jackie Peters. José moest zo te zien op de fiets door de sneeuwbui heen. En NEC moest gewoon trainen, ondanks de hevige bui. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee en er bleef alleen op de natuur een dun wit laagje achter, zoals in deze tuin van Lisette Kok. En zo te zien genoot ook Gera van de sneeuwbui. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor kans op gladheid. Dat geldt met een korte onderbreking tot morgenochtend 8 uur. De temperatuur ligt in de ochtend dan ook rond het vriespunt. Later op de dag stijgt het kwik slechts een klein beetje tot zo'n 4 graden. Wel is het een droge dag met ruimte voor de zon en hier en daar wat wolkenvelden. Vrijdag trekt de wind weer wat aan en wordt het iets wisselvalliger. Misschien valt er dan ook een enkele sneeuwbui. Zaterdag start de dag eerst met zon, maar krijgen we later weer met veel neerslag te maken. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 20 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 kun je nog even terugkijken naar de Sinterklaasintocht van Nijmegen. En we zijn er morgen weer. Graag tot dan!